Bij het opnemen van je podcastafleveringen komen meerdere dingen kijken, zowel technisch als inhoudelijk. En in deze aflevering ga ik je meenemen in mijn podcastproces, dus hoe ik mijn afleveringen voorbereid en hoe ik ze vormgeef. Inmiddels heb ik al 53 afleveringen opgenomen, dit is nummer 54. Ik heb meerdere dingen uitgeprobeerd en ik heb nu een manier gevonden die heel goed voor mij werkt. Ik krijg ook regelmatig opmerkingen dat mijn afleveringen goed in elkaar zitten. En ja, daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Dus ik ga je in deze aflevering vertellen hoe ik dat doe. Hallo, hallo en welkom bij de Podcast Mentor. De podcast waar je alles leert over het laten groeien van jouw podcast en inzetten als nummer 1 marketingkanaal. Ik ben Jessica Boots, host van deze podcast en eigenaar van de Podcast Mentor. Iedere dinsdag kun je luisteren naar een nieuwe aflevering van deze podcast vol met tips, ervaringen en inspirerende interviews. In de beschrijving vind je links naar onder andere mijn website en Instagram. Nou, nog even voor de duidelijkheid. Deze aflevering gaat dus niet over het technische gedeelte. Daarover heb ik andere afleveringen opgenomen. En daarover leer je ook alles in mijn podcastcursus. Dan leer je helemaal hoe je een podcast opstart, hoe het technische gedeelte werkt. Deze aflevering gaat echt over het inhoudelijke en hoe ik me dus op de afleveringen voorbereid. Want sommige podcasters die bedenken onderwerp na onderwerp, die zetten de microfoon aan en die kunnen zo 45 minuten praten. Mij lukt dat niet. Ik vind podcasten fantastisch. Ik doe het elke week met heel veel liefde. Het levert me ook ontzettend veel op. Maar ik ben niet per se van mezelf een heel erge prater. En ik moet zeggen dat het podcasten me hier zeker bij heeft geholpen. En ik merk dat ook buiten het podcasten omdat ik veel makkelijker praat. Maar toch ben ik niet iemand die de microfoon aanzet en zo een half uur tot drie kwartier vol kan praten. En dat heeft niks te maken met microfoonangst. Want nou ja, daar ben ik al 50 afleveringen voorbij, zeg maar. Maar het heeft er gewoon mee te maken met dat ik dingen eerst moet verwerken, dat ik eerst over dingen moet nadenken voordat ik ze zeg. En er zijn podcasters die dat tegelijkertijd doen, hè? Dus die je eigenlijk meenemen in hun hele denkproces en in alle stiltes en wat er allemaal in hun hoofd omgaat. Zelf vind ik dat vrij irritant en daarom wil ik dat ook niet in mijn podcast. En als je vaker naar mijn podcast luistert, dan weet je waarschijnlijk ook dat ik best wel to the point ben. Mijn afleveringen zijn ook niet heel erg lang. En ja, ik geef dus voorkeur aan deze manier van podcasten. Maar dat is natuurlijk heel erg persoonlijk. Dat is voor iedereen anders. En misschien vind jij het juist wel heel erg fijn om naar afleveringen te luisteren waar je echt meegenomen wordt in iemands gedachtegang. Afleveringen die langer zijn. Nou ja, en dan kan je dat misschien ook doen voor jouw eigen podcast. Maar goed, ik ga je nu even meenemen in mijn podcastproces. En waar ik aan het begin mijn hele afleveringen uitschreef en dan oplas, doe ik dat nu al heel lang niet meer. Dat kostte veel te veel tijd. En ja, het was ook gewoon niet fijn om op te nemen, want dan ga je het echt oplezen. Ik merkte ook dat ik veel meer fouten ging maken, omdat je bezig bent met oplezen en opnemen. En ja, voor mij werkte dat gewoon niet. Veel mensen vinden dat ook helemaal niet fijn om naar te luisteren als het echt klinkt alsof het is opgelezen. En ja, voor mij ging de lol er al heel snel af toen ik dat zo deed, omdat het gewoon zoveel tijd kostte. En ik ook tijdens het opnemen helemaal geen mogelijkheden meer had om creatief uit te wijken, zeg maar. Dus hoe ik dat nu doe, is ik leg een vel papier voor me. Ik ga eerst even brainstormen over alle onderwerpen waarover ik zou kunnen podcasten. Waar ik op dat moment zin in heb, wat op dat moment, nou ja, in mijn aanbod past misschien als ik het via een lancering doe. Dan kijk ik, oké, welke onderwerpen kan ik deze week bespreken? En als ik geen lancering doe, dan kijk ik gewoon even ja, in welke onderwerpen ik zin heb om over te praten. En vaak zijn dat ook wel dingen die op dat moment, waar ik vragen over heb gehad, waar ik opmerkingen over heb gehad. Omdat dat mij toch weer veel inspiratie geeft om erover te praten. Nou, vervolgens kies ik dus één onderwerp uit waar de aflevering over gaat. En dan ga ik eigenlijk een mindmap maken. Dus ik zet het onderwerp in het midden en daaromheen ga ik alles opschrijven waar ik over wil praten in de aflevering. En de eerste mindmap die ik maak is vrij chaotisch. Ik zet gewoon alles door elkaar, alles wat in me opkomt, schrijf ik op. En ja, dat staat dan dus op papier. Vervolgens pak ik een tweede vel erbij en dat wordt mijn tweede mindmap. En dat wordt ook mijn uiteindelijke mindmap meestal. En daarop ga ik echt kijken naar, oké, wat is het begin?
Wat is het middenstuk en wat is het einde? En met begin bedoel ik het begin na de intro. Over de intro ga ik het straks even hebben. De intro die je hoort voor mijn muziekje. Maar het begin van de aflevering na de intro. Dus wat ik daarbij aanhoud is eigenlijk dat ik niet gelijk de clue vertel van het verhaal. Dat vertel ik in het midden. In het begin vertel ik meestal nog even iets persoonlijks of iets waarin mensen zich kunnen herkennen. Iets om het verhaal een beetje op te warmen. Het middenstuk is dus echt de inhoud. Dus ja, waar de aflevering over gaat. En dan het einde, dat is een call to action. Dus wat je wilt dat mensen gaan doen na het luisteren van de aflevering. En daarbij kijk ik altijd naar, oké, welke call to action past bij deze aflevering. Dus soms zal dat over een bepaald aanbod gaan. Dat ik je doorverwijs naar mijn website of naar mijn Instagram om me een DM te sturen. En soms zal dat gaan over het geven van een review, het volgen op Spotify. Nou, dat is een beetje afhankelijk van de aflevering. Ook kijk ik altijd even welk aanbod ik kan benoemen in mijn podcastaflevering. Want ja, als je niet weet wat ik doe, dan kan ik je ook niet verder helpen. Dus ik benoem altijd even mijn aanbod ergens in de aflevering. En soms doe ik dat dus andersom. Dus dan kijk ik naar mijn aanbod en dan ga ik kijken naar oké, welke onderwerpen passen hierbij. Welke onderwerpen kan ik behandelen in mijn podcast waar dit goed bij aansluit. Nou, als ik dat allemaal heb opgeschreven, dat staat allemaal in de mindmap, dan ga ik mijn intro schrijven. En dat is de intro voor het muziekje. Dus dat is een soort teaser waarbij ik jou als luisteraar alvast even warm maak, alvast even vertel waar de aflevering over gaat. Voordat de intro komt en voordat ik begin met de aflevering. En sommige podcasters doen dit met een stukje uit de aflevering zelf. Dat kan ook. Ik heb ervoor gekozen om het op deze manier te doen. Dus om hem eerst uit te schrijven, dan op te nemen. En dus apart van de aflevering op te nemen. Dus het is geen stukje uit de aflevering zelf. Maar het is echt een apart opgenomen stukje. En dat doe ik op deze manier omdat ik weet dat het best wel lastig is om echt een hele goede teaser te maken. Waardoor mensen niet in de war raken, dat ze halverwege de aflevering zijn begonnen. En dat het echt nieuwsgierigheid opwekt. Ik heb dit gedaan voor en met klanten. En uit de statistieken bleek ook dat het best wel lastig is om echt een goede teaser te halen uit de aflevering zelf. En voor de een werkt dat natuurlijk beter dan voor de ander. Maar ik vind dit zelf een hele fijne en hele makkelijke manier om een teaser te maken. Nou, die intro die schrijf ik dus uit en neem ik nog niet op dit moment. Want ik ga eerst nog even mijn titel bepalen. Ik heb wel een onderwerp bedacht. Ik moet alleen nog een goede titel ervan maken. En dat doe ik door middel van een zoekwoordenonderzoek. Nou, daar kan ik je nu niet heel veel meer over vertellen. Dat is veel te groots voor hier. Daarvoor heb ik wel een masterclass opgenomen in Podcast Queens. En die staat ook in de podcastcursus. En daarin leer je echt ja, wat nou belangrijk is in het schrijven van titels. Waar moet je aan denken? Wat moet je vooral niet doen? Wat kun je beter wel doen? Nou, alles om je vindbaarheid te vergroten voor je podcast. Dat vertel ik dus in die masterclass. En pas ik dus ook zelf toe bij het uitkiezen van een titel. En nou, dan ben ik eigenlijk klaar om mijn podcast op te nemen. Alleen ga ik nog wel even mijn stem voorbereiden. Ik heb een stemcoaching traject gedaan bij Janine de Wit van Werkende Stemmen. En ik merk echt een mega groot verschil met hoe mijn stem is voordat ik hem heb opgewarmd en nadat ik hem heb opgewarmd. Het voelt dan alsof ik veel makkelijker en soepeler praat en dat mijn stem ook wat zachter is. En dan bedoel ik niet zachter qua geluid, maar zachter qua toon. Nou, en wat ik doe om mijn stem op te warmen en voor te bereiden is sowieso veel drinken. Als ik weet dat ik de dag erna een podcastaflevering ga opnemen, dan zorg ik ervoor dat ik heel veel water drink. Want water heeft 24 uur nodig om bij je stembanden te komen. En ja, voor het opnemen van je podcast is het fijn als je stembanden gehydrateerd zijn. Dus als ik al weet dat ik een podcastaflevering ga opnemen, dan probeer ik veel water te drinken de dag ervoor. En voordat ik de aflevering ga opnemen, ga ik bubbelen. En bubbelen, daar had ik zelf nog nooit eerder van gehoord. Maar bubbelen doe je met een vrij dik siliconen rietje in water. En dan ga je dus bubbelen om je stembanden te laten trillen. En zo'n siliconen rietje kan je gewoon online kopen. Dat heet Luxvox. Alleen, ik zou het niet aanraden om daar zonder kennis mee aan de slag te gaan. Want als je niet weet hoe het goed werkt, dan kan je je stembanden ook
daardoor juist aantasten, verslechteren. Dus ik zou er altijd wel iets van een cursus bij doen. En ik weet dat Anna Ermens, die heeft een heel laagdrempelige cursus. Dus je betaalt dan ietsjes meer. Maar je krijgt er wel allemaal uitlegvideo's bij met hoe het werkt, hoe je hem kan gebruiken. En je krijgt zo'n siliconen rietje thuis opgestuurd. Dus ja, dat zou ik je zeker aanraden om dat dan wel te doen. En Anna Ermens is ook gewoon een heel erg leuk persoon om van te leren. Dus zeker een aanrader. Nou, wat ik verder nog doe is, ik ga gewoon een beetje mijn stem opwarmen door bijvoorbeeld rrr, en dat in verschillende hoogtes en tonen te doen. Ik ga nog even lip trillen om alles in beweging te krijgen, om alles los te maken. En vaak beweeg ik mijn mond nog even in allemaal verschillende hoeken. Niet dat hij in heel veel hoeken kan, maar ik beweeg mijn mond nog even, zodat hij in ieder geval los is en klaar om een podcastaflevering op te nemen. Soms doe ik ook nog even een dansje. Dat is dan niet voor mijn stem, maar gewoon om mijn energie een beetje omhoog te brengen. En dan ga ik mijn aflevering opnemen. En ja, nu denk je misschien, jeetje, wat een werk allemaal. Nou, dit valt echt hartstikke mee. Het opwarmen van mijn stem duurt 5 minuutjes, misschien maximaal 10 minuutjes. En dat doe ik tegelijkertijd met andere dingen. Dus dat liptrillen, dat kan ik ook gewoon doen terwijl ik nog even wat spulletjes klaarzet. Nou ja, dus het kost echt niet zoveel tijd, maar ik vind het heel fijn. Maar het hoeft natuurlijk niet. Bij interviews trouwens is het een soortgelijk proces eigenlijk. Net als bij mijn solo afleveringen schrijf ik zelf de intro uit. Die lees ik eigenlijk zo goed als op. Ik doe dezelfde stemopwarming. Ik doe ook vaak nog even een dansje vooraf. Alleen ja, maak ik natuurlijk geen mindmap bij een interview, omdat ik de aflevering niet helemaal zelf op hoef te nemen. Het wordt ook vaak een gesprek. Ik stel vragen, dus die vragen die bereid ik wel voor. Ik duik even in de gast, ik kijk welke onderwerpen interessant zijn, welke onderwerpen relevant zijn, waar mijn luisteraars op zitten te wachten. En die vragen schrijf ik op en daarvan stuur ik er best wel een aantal naar de gast toe, zodat die zich alvast even kan voorbereiden. Sommige mensen vinden dat fijn, sommige mensen vinden het niet nodig. Dat is helemaal prima. Ik geef ze wel altijd die optie. En die vragen die stuur ik samen in een documentje met wat voorbereidingstips. Hoe nemen we hem op? Waar moet je aan denken? En daar staan ook wat afspraken in. Hè? Dus dat ik mezelf een beetje indek in die zin. Dat ik de aflevering mag editen. Dat ik de aflevering online mag plaatsen. Nou, deze vind je ook terug in de leeromgeving van Podcast Queens. En ja, dit biedt voor mijn gasten ook altijd heel veel duidelijkheid in wat er van ze verwacht wordt. Dus ja, dat is hoe ik mij voorbereid op mijn podcastafleveringen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en dat het je misschien wel heeft geïnspireerd om zelf ook dingen anders te doen als je dat wilt. Als het niet helemaal liep zoals jij wilde, dat je nu misschien weer wat meer nieuwe inspiratie hebt. Nou, dankjewel voor het luisteren. Stuur deze podcast ook gerust door naar je mede-podcasters als je denkt dat zij er iets aan hebben. En nou, tot de volgende aflevering.